gereedschap maakte men vroeger van materialen die in de natuur voorkwamen. Van de materialen die voorhanden waren, zijn botten en gewei makkelijk te bewerken, bijvoorbeeld om een naald van te maken. Je kan het in allerlei richtingen bewerken, waardoor het zo scherp of bot kan maken als je zelf wilt. Naalden van bot of gewei zijn sterk en breken niet zo snel af als bijvoorbeeld een dun stukje vuursteen. Bovendien is het sterker en minder buigzaam dan hout. In deze aflevering van Zo ging het vroeger laten we zien hoe je naald kan maken van bot. Om een naald van een bot te maken moet je eerst een schoon en lang bot hebben. Bijvoorbeeld van een poot van een rund. Hier haal je een stuk uit, net zo groot als je de naald wil hebben. Dit doe je met een scherp stuk vuursteen. Kras met de scherpe rand net zo lang totdat er een groef ontstaat. Als je er een stuk uit hebt gehaald, is het nog ruw. Nu kan je de naald de juiste vorm geven. Een taps toelopende scherpe punt. Dit doe je ook met vuursteen. Je schraapt er als het ware de randjes mee af. Om de randen glad te maken, kun je een slijpsteen gebruiken van zandsteen of puimsteen. Als de vorm goed is, kan je het oog van de naald gaan maken. Dit kan met een stukje vuursteen dat een scherpe punt heeft. Met de punt maak je een draaiende beweging waar het oog van de naald moet komen. Hierdoor boor je als het ware door het bot heen. Nu is de naald klaar voor gebruik. Je kan het gebruiken om kleding te maken, bijvoorbeeld door twee lappen leer of lin aan elkaar vast te naaien.